Dit, hè? Zo'n industrieterrein. Een beetje nietszeggend, een tikkeltje eenzaam ook. Bij jou in de buurt, daar heb je die ook, die industrieterreinen. En dan doe je een deur open en wat zit daar dan achter? Je weet het niet. Nou, ik weet het wel. Achter die deur. Een gezin? Haha, jongens. Dit hierachter, dit is echte dikke shit. Kom op. Nou, hebben wij in Nederland... We hebben wel een beetje auto-industrie, heel veel is het niet. We hebben Donkervoort, we hebben het keurige Leidje, we hebben ook nog een klein beetje DAF. En we hebben Tophead. En hier maken ze van iets moois, want dat is een Defender, maken ze iets wat kippenvel creëert, wat zo ontzettend gaaf is, wat hard gaat, wat wild is en wat ook nog eens hartstikke persoonlijk is. Begint het dus allemaal mee. Hè? En de man die verantwoordelijk is voor deze helse dingen, Karel. Waarom, man? Waarom doe je dit? Ja, waarom niet is de betere vraag. Een Defender is een auto die er onwijs gaaf uitziet. Iconisch ding, alleen hij rijdt van geen meter. Nee, dat klopt. Dus als je dat kan verbeteren, dan heb je toch een win-win, denk ik. Nou, als je nou wil weten hoe ver het gaat, doe jij even een stapje naar achteren, Pieter. Kijk, zo begint het. Met niks. En uiteindelijk is het alles. Hey Karel, dan zaten we net in een body. Daar zie je eigenlijk niet al te veel aan, hè? Nee. Maar dit is het hart. Ja, dit is in principe waar het begint bij ons. Dit is de basis van alles. Het complete aangepaste chassis, onderstel, aandrijflijn, stuurgeometrie, remmerij, vering. Dit is het hart van de auto. Dus eigenlijk gaat de hele binnenkant eruit en jullie doen er een nieuwe binnenkant in. En als je niet wil als consument dat iemand dat ziet, dan hoeft het niet. Nee, we kunnen de auto zo opbouwen dat je in principe niks hoeft te zien. Het enige wat het is dat je wielen van 16 naar 18 inch moeten om de nieuwe remmen te kunnen verbergen. Dus dat is het enige wat je hoeft te zien. Voor de rest hoef je aan de buitenkant niets te zien. Alles is onderhuids. En het klinkt een beetje anders. Ja, er zit nu een 6,2 liter V8 in met 500 pk. Dit is eigenlijk een beetje onze basis setup die wij doen. Maar het kan altijd dikker. Echt? Ja? Kom mee. En wat is dit dan? In principe dezelfde motor, alleen met een hele grote supercharger erop. Compressor. Ja. Lucht erin, meer lucht, meer benzine. Lucht erin, meer benzine erin, heb je 800 pk. Niet. En ruim over de 1000 Nm koppel. 800 pk? Ja, 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 ja. Je kan het zo gek maken als jezelf wel. Ja, hoe ver kan het gaan? Ja, hoe ver je budget reikt. Auto's die bewegen als je gas geeft, en dan bedoel ik niet vooruit of achteruit, maar bewegen die, dat zijn verreweg de leukste auto's. Petrolhead, hè? Dat is iemand met benzine in het bloed, die ademt de auto, die s'nachts wordt hij ervan wakker en denkt hij, oh, veel vermogen en geluid en snelheid. En dat mag natuurlijk niet echt meer. Behalve dus bij een paar van die bedrijven, onder andere dit. Dit is levend, dit is Petrolhead. En dan zonder dat het fenomeen duurzaamheid wordt vergeten. Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Het is het stopwoordje. Altijd maar die duurzaamheid. Nou, hier zit ook een klein beetje duurzaamheid in. Jazeker. De auto is namelijk uit 1984 en de meeste auto's uit 1984 zijn al lang vernietigd. En dat is slecht voor het milieu, want er moet er een nieuwe voor komen. Deze is er nog. Nog eentje. Achterin. Houten planken. Mooi voor de afwerking. En die komen uit een Frans wijnchateau. Zeker. Gerecycled hout. Goed. Tot
tot zover de duurzaamheid. Ik weet een paar dingen van auto's. Je kunt een dikke motor in een auto stoppen en dan gaat hij hard weg, maar dan rijdt hij beroerd. Dit gaat verder. Ja, in principe is het chassis alleen nog origineel. De rest is compleet opnieuw ontwikkeld, berekend, helemaal opnieuw uitgedacht. Je zegt berekend, het is dus echt wetenschappelijk, wiskundig. Het gaat veel verder, neem ik aan. Ja, het zijn allemaal computermodellen. Ik bedoel, het hele onderstel is in CAD getekend op de computer. En daar zijn helemaal simulaties mee gedaan, krachtenberekeningen. Dus het is niet zomaar even een blokje erin fietsen en klaar. Nee. En Winston, jij bent het brein achter dit project, hè? Hoe lang duurt die, de opbouw? De opbouw duurt doorsnee genomen zo'n 6 maanden. Maar hier zit heel veel denkwerk in. Ja. Deze auto heeft 800 pk, er zit een groot supercharger op. Daarvoor moet de gehele aandrijflijn aangepast worden. Andere tussenbak, andere achterras, andere voorras. Daar gaat zo'n 2,5 maand denkwerk in, om dat in orde te krijgen. Je moet geometrie uitrekenen. Zorgen dat in orde is om dat vermogen goed op het wegdek te krijgen. Ja, veilig. Ja, uiteindelijk ook. Veilig. Dat is inderdaad het belangrijkste. Oké, dus ik kom nu tot de conclusie dat ik wel zo'n apparaat wil hebben. Ik wil er trouwens ook een hebben, dus moeten we straks even over praten, ja, natuurlijk. Natuurlijk, altijd mogelijk. Maar pas over een maand of 8, 9, ga ik ermee naar huis. Ja, als je zo'n gek project als dit wilt hebben, wel. Ja? Ja, ja. Vliegtuig geïnspireerd dashboard met snelheidsmeter in de vorm van knopen, met dit hier, de zekeringen en dan fucking fast met een hydraulische handrem, met een Hot Wheels stuur. Hot Wheels, het is voor kinderen. En dan is er één auto die een Hot Wheels stuur mag hebben en dat is deze pick-up van Tophead. En kijk dan. De tegenstelling, hè? Van klassiek, Defender, dikke V8 en dan zo'n hypermodern scherm waarmee je de dempers instelt. Altijd gang, minimaal. Drivability, hè, van zo'n auto, dus dat is de mate. Ja, hoe toegankelijk die is om ermee mee te rijden. Heb je een raceauto, dan is de drivability dus ronduit beroerd. Die auto kan maar één ding, dat is knalhard gaan. En heb je een Opel Corsa, ja, daar kun je natuurlijk uitstekend mee naar de Jumbo, Albert Heijn en noem maar op. Deze auto, kijk, je merkt het nu. Ik rijd dus nu weg in de tweede versnelling, haakse bocht. Schakel over. Het is zo smooth allemaal, zo vriendelijk. En dat is de kracht, denk ik, van dat wat ze daar doen in Loosdrecht. Dus de afstemming van al die componenten. Om dat perfect met elkaar te laten samenwerken, zodat je zo'n ding elke dag kan gebruiken. Je krijgt 100% gezeik met je buren. Want het... Het probleem zit hem in het feit dat je er niet normaal mee rijdt. Je doet het niet. Het kan, maar je doet het niet. Denk ik een politie-dingetje. He? We zitten net in het begin van onze nieuwe show. Lalalala. Heb jij je rijbewijs bij, Pieter? Ja, ik ga namelijk zo direct daar zitten. Stiekem. Zitten, omdat ik mijn rijbewijs kwijt heb. Want dat kun je met deze auto, je rijbewijs kwijt. Er is echt geen kunst aan. Maar wat een gave machine, jongens. Historisch verantwoord. Want het is een good old classic D.
Defender. Met een zo'n Corvette machine voor in een hart van goud. En het zit goed en het is super gebouwd. En het komt uit Nederland. Deze? Nee, die heb ik niet van Gordon geleend. Zeker niet. Dit motiefje zit ook in dit chassis. En die krijg je erbij als je de auto aanschaft. Die is even jou, Pieter. Kijk eens.